Je bent het meest intiem van alle gasten met mij tot nu toe, want ik heb je been hier van in mijn hand. Dit is je been. Dit is een van mijn benen. Dit is een van je benen. Ja. Op weg hier naartoe was je hem zelfs vergeten, zei je nog, toen je in de auto zat. Want dit is jouw sportbeen. Ja. Laten we er maar meteen even naar kijken. Want wij praten met jou omdat er vandaag is besloten dat bij de Olympische Spelen voor niet-gehandicapten, gehandicapten of mensen die zo'n been hebben, niet mee mogen doen. Ja. Wat maakt dit been tot een bedreiging voor niet-gehandicapten dan? De veerkracht van dit carbon fiber, oftewel koolstofvezel in ons Nederlands. Als je zeg maar neerkomt, kun je 90% zeg maar afgeschoten worden door dat ding. En een menselijk been kan dat voor 60%. Dus je kunt meer sprongen maken als het ware, of niet? Afzetsprongen zeg maar. Ja, dat ook weer niet. Het ligt er wel heel erg aan. Lopen. Ja, dat ligt aan wat je erin stopt. Ik bedoel, als je hem nu zou laten vallen, even recht naar beneden, dan gebeurt er niet veel. Het is de combinatie van je gewicht, de snelheid die je zelf maakt. En je moet hem natuurlijk sturen met het deel van je been wat je nog wel hebt. En dan kun je dat eruit halen. Ja, het gaat om honderdste of je een nieuw wereldrecord hebt. Dus wat is het wereldrecord? 1657. Ja. En kom jij daarbij in de buurt, denk je? Het is mijn wereld. Ja, maar ik bedoel, ga jij dit... Hoe kom ik hier netjes aan? Ja, dat is... Als die rolschaatsen eronder aan doet, is het ook een vervanging van wat hij niet meer heeft. Maar het gaat toch een stuk sneller. Dus dat Op die manier doe je een oneerlijke competitie. Ja, want vroeger weet ik nog, had je verschillende soorten spijkschoenen ook. En dan, nu hebben ze echt regels van, nou, het mag maar zoveel millimeter zijn en je mag zulke schoenen hebben. Dus daar hebben ze regels aan. En hier zijn ze gewoon nog niet... klaar voor. Hier zijn nog geen bestaande regels. Dus iedereen zit van, jee, wat moeten we hiermee? En het is eng, het is nieuw. Want stel nou dat een gehandicapte straks harder loopt dan een valide. Dat kun je niet hebben. Je niet hebben. Ik heb me altijd gehouden aan de woorden die ik tijdens de begrotingsbehandeling geuit heb. En dat is dat ik het een grotendeels corrupte boevennest vind. De bestuurders, politici zijn daar incompetent en hebben lange tenen. En ik heb daar in die paar dagen een aantal prachtige mooie voorbeelden van gezien. En ik ben alleen maar gestrekt van mijn overtuiging teruggekomen. Dat is hier niet zo, hè? Dat begrijp ik. Nee, het is uniek. Nee. We hebben het over het antwoord. Het is alleen daar. Tuurlijk heb je corrupte politici. Die heb je ook in Nederland. We hoeven niet eens ver te kijken, maar die heb je ook in Nederland. En wat ik mis bij de PVV is eigenlijk met antwoorden komen op de problemen die er zijn. Ik heb u geen vragen horen stellen over de schuldsanering. Ik heb u geen vragen horen stellen ook over hoe moeten we dat nou doen als het gaat om terugkeer van Antilliaanse jongeren die crimineel zijn. Ik heb u geen vragen horen stellen over het financieel toezicht. Dus het is makkelijk om te roepen, verkoop die hele handel. Ik heb er niets aan. U weet dat het juridisch onmogelijk is, want we zijn gelijkwaardig. We zitten gewoon in een koninkrijk. We zitten in een proces van verzelfstandiging. Dus dat moet kunnen. U mag zeggen, ze moeten onafhankelijk worden, prima. Maar je hebt er twee voor nodig om die tango te dansen. Ik ben ook het land ingegaan en ik heb andere politici gesproken die mevrouw Griffith niet gesproken heeft, maar dat is weer even hoe de PVV te werk gaat. Die gaat namelijk het volk in. En daar heb ik een meneer Norbert George gesproken van de Democratische Partij. Een jonge man die nu in de eilandsraad zit van de Antillen, die mij overigens geheel gelijk geeft. Die zegt ook, meneer Brinkman, inhoudelijk heeft u helemaal gelijk. De eilanden zijn zo corrupt als maar wat. De politici deugen niet. En er moet een nieuwe generatie komen. En eigenlijk moeten de gevestigde orde er gewoon allemaal uit. Dat statuut, dat is een gedrog. Dat moet eigenlijk meteen in de prullenbak. Maar het kan toch niet zo zijn dat een volk met ruim 16 miljoen inwoners zich laat schaken, jarenlang, door een bevolking van nog geen 350.000 inwoners. En wij dus verplicht zijn om zonder medewerking van hen jarenlang voor die eilanden te gaan betalen. Ik heb steeds geen oplossing. Ik begrijp dat u ook een poging doet om tot oplossingen te komen. Maar die horen wij niet. Oh, ik heb vele oplossingen. Heeft een voorstel gedaan. Ik wil even verder gaan. Ja. Ik denk dat dicteren het makkelijkste is. Dus dat gaat het langste door? Kan. Het gaat al zo lang door. Ik zie niet waarom dat nou even moet ophouden. Dat is het rare. Ik snap zelf niet waarom het zo lang door kan gaan. Ik dacht altijd dat die Amerikanen, die moeten me niet. En de carrière denk ik ook absoluut niet over na. Het is niet mijn talent, volgens mij. En dat meen ik serieus. Ik bedoel, er zijn heel veel talentvolle mensen in de wereld. Ook in de filmwereld. In mijn bedrijf gaat het niet om talent. Dat is heel vervelend. Zijn dat nou, ontstaat er ooit wel eens een vriendschap? Want je hebt natuurlijk met alle grote acteurs wel gespeeld. Van Sylvester Stallone, Harrison Ford, nou ja, noem maar op eigenlijk. Alle sterren ook, bedoel ik. Nou, voor mij niet echt, nee. En, maar dat kan ook aan mij liggen. Ja, misschien. Ik weet het niet. Precies. Dus, ligt het aan jou? Ik denk het vast wel. Ik ga niet over auto's en voetballen, sorry. Had je een relatie met Harrison Ford? Vijf dagen.
Namelijk tijdens de opname. Ja. En... Maar je had 4 maanden opname gehad, geloof ik. Ja, als hij niet werkte, zat hij in zijn trailer. Of hij was überhaupt helemaal niet aanwezig, omdat hij gewoon niet aan bod kwam. En bovendien had ik het gevoel van hem dat hij mij niet moest. Ik heb aangeboden, Rotterdam Film Festival, zei ik... als ik mijn best doe, kan je deze film krijgen in een nieuwe vorm. Wil je hem hebben? Toen hadden ze meteen moeten zeggen, natuurlijk. Wat zeiden ze? Pauze. We houden er mee op. En, collega's opgelet. Ja. Dit was Paul Witteman voor vanavond. Tot morgen. Tot morgen.